De tankwagen is rond 8 uur vanmorgen met 28 ton aniline onderweg naar Teijin Aramid op het chemiepark. Daar wordt aniline verwerkt tot vezels. In een bocht vlakbij het park kantelt de wagen. Omdat er een klein lek in de tank ontstaat en het om een giftige stof gaat, zet de politie een aantal toegangswegen af. Al is het directe gevaar niet groot. In dit geval hebben we niet te maken met heel veel omgevingsrisico's. Dat heeft met name mee te maken dat de stof niet heel vluchtig is en dus niet heel snel uitdampt. Het chemiepark blijft via de weg Oosterhorn bereikbaar. Wel moet de naastgelegen parkeerplaats leeg. We werden net gebeld, we moesten de auto weghalen met het oog op dat die tankauto moest gelost worden voor er gevaarlijk iets. Ja, wat vindt u daar nou van? Ja, hectisch natuurlijk. Als aan het begin van de middag de takelwagen er is, kan worden overlegd over de veiligste manier om de tankauto te bergen. Wat we nu gaan doen is de tankauto leegzuigen en dan zetten we hem rechtop met de takelwagen. Als dat gebeurd is, dan zit er waarschijnlijk nog een kleine resthoeveelheid in. En dat gaan we dan vervolgens ook nog wegzuigen, zodat hij helemaal leeg is en dan kunnen we de vrachtauto bergen. Het lukt niet om dat voor de avondspits af te ronden en dus heeft het verkeer er de hele dag last van.